und hole so und dann so und dann so. Weil da werden, ich habe auch, habe ich so getan und dann habe ich es auch aufgetekelt, zwei Kippen. Wat ik nu ga doen is met een schaarrijd dat wordt. Mondpapier aan en het is wel een kleur, maar het is niet zo erg. Maar toch vind ik het goed. Voor als ik een glaasje wil op mijn potje, vind ik het fijner. En het is goed als het een beetje groter is, dan kun je het zo naar dit toe. Die ga ik nu in de stekker steken. Gaan we kijken hoe dat ik het wil. Recht op een knopje. Knopje in het midden. Meten, ja, het is goed genoeg. Dus het zit goed. Ik ga die hoeken knippen. Nu ga ik zo die punten naar binnen kleven. Zo, dus ik heb die flappen en die knip ik naar beneden. Dus ik heb zo, dat zo. Ik heb het zo geplooid en dan heb ik erin geknipt. Dus zorg gewoon dat je nog wat rest over hebt voor het plakken. Dan zal er ook een lipstick nodig. Is het dan niet uit? Ik begin altijd met de kleine, dus het zijn de gele. De randen zijn nu heel net. Dan ga ik het zo plooien en dan kunnen die naar binnen vallen. Dus een L. Oh, nee, dat is niet zo. Zo, dus ik ga hetzelfde doen. Maar nu, wat ik nu ga doen is ik ga hier een lijm opbrengen. Zo, dan ga ik hier en hier een lijm opbrengen en dan ga ik zo. Nu ga ik dit flapje zo naar binnen halen. Sorry als ik het niet zo goed laat zien. Vanaf nu heb ik deze puntjes gewoon naar binnen gevouwen. En nu zal ik het beter laten zien bij deze. Dus wat ik ga doen is, ik ga hier lijm aanbrengen en dan ga ik het zo vouwen. Het is ook moeilijk om te zien, want ik heb echt heel gevaarlijk hete lijm bij mij. Dus eigenlijk is dat wel gevaarlijk wat ik moet doen. En soms voor te helpen druk ik er ook een lat op, zodat ik niet kan veranderen. Nu ga ik weer hier lijm opbrengen en dan ga ik het zo. Dus hier lijm opbrengen en dan ga ik het zo.
voilà. De ene kant klaar. En dan gaan we snel weer naar de andere kant. Nou, wat ik eerst ga doen is de onderkant doen. En hoe dat ik dat ga doen, dus ik ga weer bij de punten de strip knippen. Helemaal gedekt, behalve deze zijtje, dus dat gaan we doen. Ik ga deze dingetjes gebruiken. En daar ga ik papiertje op plakken. Dus ik heb hier wat leer op gedaan. Ga ik hier plakken. Dan doe ik het samen aan deze kant. Klein stukje en gewoon zo kleuren. Dat is ook een goede optie. Kom maar, Lena, is niet meer veel lijn. Proberen we. Heb ik heel het huisje bedekt. Super cool. Wat ik nu ga doen is even een beetje opruimen. Wat gaan we nu doen is... Zo is, we hebben nog een stukje papier nodig en je hebt een potloodje. Dus je gaat van een stukje rest papier, knip je naar rechts. Je pakt een potlood en dan ga je zo rond.
pracował. Ma, nie za chatką nie było. I wodę co w tym okno. I no wokół. Choć okno jest dobre, jak to jest po prostu. I jeden ten syn. Dan wat ik dan is het, ik ga het tubetje door. Om een rondje en maak ik toch een beetje te posten. En ik ga dat nu tot en ik plaats het onder het cirkeltje. Dat flink ik door. Wat ik ga doen is ik ga een beetje voilà, en het is klaar. Leuk hè? Nou, we hebben een eigen pennenpotje gemaakt. Voilà, dit was de video en ik hoop dat jullie er toch weer van hebben. Dus tot de volgende keer!